Hi, welkom bij de Kruidenheksen. Oh, we hebben zo'n fantastisch, spannend, leuk nieuws voor jullie, hè? Ja. Ja, eigenlijk hebben we het vorige week al een beetje verraden met ons soepfilmpje. Ja, wat was dat leuk, hè? Heerlijk, oh, weer buiten. Het was echt zo'n lentedag. Erbij. Ja, nou, het is nu ook niet koud, hoor. Maar we gaan het vandaag hebben over de wilde plantenopleiding die wij starten in mei. Ja, een jarenopleiding. Ja. Wilde plantenkennis. Kijk, ik heb hem eventjes hier opgezet. Ja. Ja. En wij vonden het een mooi begin in mei. Omdat je dan namelijk helemaal door de lente heen naar de zomer, de herfst, de winter kan groeien. Ja. En, dus we dachten, dat is een mooie start. Maar in principe zou je elke maand zou je daarmee kunnen beginnen. Ja. Maar dan zullen we eerst eens even iets wat uitleggen daarover. Ja, want wat wij zo belangrijk vinden is dat je in elk jaargetijde, elke week van het jaar, planten kan vinden die jij kan gebruiken om te eten, om medicinale balsems van te maken, om tincturen van te maken. Om jezelf, om lichaam en geest te versterken. Ja. En wij willen het dus per se zo praktisch mogelijk hebben van wat kun je op dat moment halen. En veel mensen staan er heel erg van te kijken, want die denken dat je dus in de winter bijvoorbeeld niet kan oogsten. Dat is absoluut niet zo. Nee. Maar je moet weten wat of hoe. Ja, en jij hebt nou deze uitgezocht. Ja, voor vandaag heb ik bijvoorbeeld, hè, wat ik dan eventjes vandaag aan wilde groenten wil gebruiken, zeg maar. Nou, ik heb hier kleefkruid, duizendblad, kraailook, raapzaad, brandnetel, zevenblad, winterpostelijn, paardenbloem. En ik weet natuurlijk precies wat of hoe. En het is ontzettend veel variatie. Vul jij hem nog even bij? Ja. Laat ik ondertussen eventjes een lijstje zien aan de mensen die ze elke maand toegestuurd krijgen. Dat is een oogstlijst. Ja. Daarop staan alle planten die in die maand te oogsten zijn. En wat je er ook mee kan doen. Dus bijvoorbeeld dat je er een omslag kan van maken. Of dat je het kan gebruiken als groente. Of dat je het kan gebruiken als thee of eetbare decoratie. Of dat je hem kan gebruiken in medicinale balsems. Ja. Noem het op. En bijvoorbeeld alleen al in deze maand Lijst van april, volgens mij. Ja, de lijst van april zijn bijvoorbeeld al meer dan 100 eetbare en medicinaal toepasbare planten. Ja. En dat zijn dan niet eens alle planten, want sommige planten bespreken we niet omdat ze te veel op een andere plant lijken. Of omdat ze te moeilijk vindbaar zijn. Ja, dat of is dat ook ze niet alleen leuk. Maar langs de kust staan bijvoorbeeld. Of alleen maar in bosgebied. Ja, dan houdt het voor een heleboel mensen op, want ja, dan kan je hem bij hun in de buurt niet vinden. Het gaat erom dat iedereen deze planten kan vinden. We hebben echt een selectie gemaakt. En natuurlijk zijn er overlappingen in oogstlijsten per maand. Maar wat nou zo uniek is aan deze lijst, is dat je weet van in die maand kan ik bijvoorbeeld het blad gebruiken van die plant. In die maand kan ik van die plant het blad en de bloem gebruiken. En in die maand het beste de wortel. Dus dat je ook echt de zaden. Ja, precies. Ja. Dat je echt weet hoe je moet leven met de planten uit de natuur. En het mooie is dat je dus als je dit helemaal compleet hebt, dat je eigenlijk iets voor het leven hebt. Ja, want je krijgt dus van ons elke week een soort van module toegestuurd. En plant die in die week te vinden en te gebruiken is. En als je dat zou gaan uitprinten, al die informatie, dan heb je op een gegeven moment 4 van dit soort mappen vol. Dit is onze wintermap. En dan heb je meer dan 500 pagina's. Ik denk wel dat we dicht bij de 600 gaan komen. Ja, we hebben ze niet geteld. Misschien wel meer. Maar dan heb je dus een map voor elk seizoen, zeg maar. En je gaat ook meer met de seizoenen leven. Het is ook een natuurlijkere manier van leven eigenlijk, hè? Ja. En dan weet jij echt wat je kan vinden en je gaat de planten ook herkennen als ze bijvoorbeeld opkomen. Dus niet alleen als ze in volle wasdom zijn. Ja, inderdaad. Dat je de planten echt leert kennen en als je ze goed kent, dan ga je ze meer en meer gebruiken. Ja. En wij vinden het belangrijk dat het niet alleen een online omgeving is, maar dat jij het gewoon kan uitprinten en een boekwerk hebt waar je echt mee kan leven. Ja, dus wat zit er dan nog meer bij? Behalve dat je dan die map zelf gaat samenstellen, hè, met al die informatie die wij je toesturen.
mag je ook één keer in de 3 maanden is dat gratis bij ons een speciaal voor de cursisten ontworpen kruidenwandeling gaan doen. Ja, dan met we ons. Dan gaan we samen de natuur in om gewoon te praten ook over de planten. Ja, ja, je bent met gelijkgestemden natuurlijk, ja. Dat is al heel erg fijn. Ja. En we gaan bespreken de planten die we grotendeels die maanden hebben gehad. Ja. En dat doen we op 4 verschillende plekken door heel Nederland heen. Dus altijd wel een keer bij jou in de buurt, zou ik zeggen. En, in natuurgebieden waar je echt kunt opladen. Gewoon heel prettige plekken. Fijne, ja. Echte speciale plekken die wij graag met jullie willen delen. Hele mooie plekken, inderdaad. En die data en die plaatsen komen ook binnenkort op de website. Ja. Je mag 1 keer gratis naar de Open Heksenkring komen. Als je dat leuk vindt, hè. Ja. Is misschien niet voor iedereen aan iedereen besteed. Wij vinden het een warm bad, maar ja, dat is het natuurlijk moet vrij. Niet, maar het mag. Ja. Ja. En wat zit er nog meer bij? Een half uur coaching, gewoon om persoonlijke vragen te stellen telefonisch, dus dat je ook een keer iets specifieks over jezelf kan vragen. In bijvoorbeeld een advies voor bepaalde bijvoorbeeld kruiden, lichamelijke kan. Dingen ja. En die bekijken wij dan holistisch, zodat je daar van alle kanten jouw probleem kan worden opgelost. Ja. En heb je geen probleem, dan heb je misschien wel een vraag over een bepaalde balsem of een bepaald middel, een tinctuur of wat dan ook. Ja. Ja. Het is eigenlijk een investering voor het leven in zoverre dat je zo'n map altijd kan blijven gebruiken. Daarom raden wij bijvoorbeeld ook aan om zo'n oogstlijst, want wij zijn helemaal niet van het plastic, dat weten jullie. Maar om die in zo'n mapje te doen. In ja, de oogstlijst van die maand. Van de maand, ja. En hoe kan je hier nou lekker meenemen gewoon onderweg. Als het dan toch gaat regenen of wat dan ook, dan blijft je papier goed. Ja, en hoe kan je hier nou op studeren voor jezelf? Want in het begin is het ontzettend veel. Daarom hebben wij natuurlijk ook een plant per week waar we echt de diepte mee ingaan. En die oogstlijsten die leer je gaandeweg door het gewoon eens lekker op je gemak bij je te pakken en daar eens naar te kijken. Die planten nog eens extra op te zoeken voor jezelf. En langzaamaan merk je dan dat je steeds meer kennis krijgt en die ook gewoon heel praktisch kan gaan toepassen. En dat is ontzettend leuk om te doen. Maar je weet op een gegeven moment ook van wat voor een bepaald kwaaltje of ja, natuurlijk de wilde groente, dat is gewoon ja, dat is goud waard. Ja, dat is zo ontzettend het belangrijk. Het gezondste wat je eigenlijk kan eten op die manier en er is zoveel keus. Ja, er is heel veel keus. Er is echt voor ieder wat wils, zeg maar. Voor iedere smaak is er wat. En wij kunnen altijd maar zo'n klein stukje delen, dus het is voor ons ook heel erg leuk om eens wat meer... Dan kunnen we eens een keer losgaan. Ja, om eens wat meer te kunnen delen met mensen die er werkelijk in geïnteresseerd zijn. Ja, inderdaad. Het is ontzettend leuk om te doen. Vergeten wij nog iets te vertellen of niet? Ja, natuurlijk staat er ontzettend veel informatie in. Hè? Recepten vinden wij heel belangrijk, zodat je ook weet van ik kan met deze plant dit maken. We hebben voor plantaardige recepten gekozen, omdat we denken dat dat de toekomst heeft voor de aarde. Wil jij zelf iets aanpassen, dan kan dat natuurlijk. Tuurlijk, maar dan weet je in ieder geval, wat kan ik hier direct mee doen? We beschrijven de smaak van de planten, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Als jij weet een bepaalde smaak. Waar dat je hem kan vinden, hè? Want ja, iemand kan wel zeggen, zoek hem bij het weiland. Ja. Oh, maar weet je wat we nou vergeten te vertellen? We sturen elke week met de plant van de week ook een filmpje ter herkenning en een foto. Want het is vaak gewoon heel fijn als je ook een filmpje van die plant hebt. Ja. En na verloop van tijd, ja, je gaat steeds meer herkennen. Zet jezelf niet onder druk met deze opleiding. Dat is voor ons echt, dat is onze bedoeling niet voor jullie, want er is ontzettend veel informatie. Maar je kan hier een leven lang mee vooruit. Dus neem ook de tijd. Het zal best zo zijn dat jij de ene week een heel leuk recept maakt met een bepaalde plant. Nou, de week daarna lukt het misschien niet. Is niet erg, want planten blijven ook terugkomen elk jaar. Dus je leert ze vanzelf kennen. Neem daar ook de tijd voor. Nou, dan hebben we ook nog een stukje van de geestelijke werking natuurlijk van de planten. Ontzettend boeiend vind ik dat. Ja, de lichamelijke werking zeiden we net al. Vaak een stukje historie van de plant. Dus
weetjes erover. Ja, oude volksnamen vertellen ook vaak veel over de plant zelf. Dat is erg leuk om te weten. De herkomst van de plant, waar komt die vandaan? Uit welk deel van de wereld? Hoe is die bij ons gekomen? Ja. En, Het is echt... De inhoudstoffen van de plant, dus welke stofjes zitten erin en wat doen ze voor ons, positief of negatief. Dan begrijp je vaak ook beter van waarom heeft die plant die werking. Ja. En uiteindelijk is het ook gewoon het daadwerkelijk gaan gebruiken van de planten in je dagelijks leven. En dan ga je merken wat ze eigenlijk voor je doen, want het is, het verschil met gewone groenten is echt groot. Ja. En als je weet wat voor inhoudstoffen dat er in de plant zitten, weet je ook wat je ermee kan maken. Dus of dat je inderdaad het als voedsel kan gebruiken, of dat je het als een balsem kan inzetten, of een tinctuur ervan kan maken. En wat die tinctuur dan voor jou kan doen. Ja. En nou, noem het maar op. Het is oneindig. Het is echt oneindig veel toepassing. Er heeft, de natuur heeft een enorme overvloed. Voor iedereen toegankelijk. En je moet gewoon een beetje wegwijs daarin hebben, hè, van hoe of wat, en er gaat gewoon letterlijk een wereld voor je open. Ja. Het is prachtig wat er allemaal is en wat je er allemaal mee kan. Ja, dit. Eigenlijk raak je nooit uitgeleerd. Nooit. En zeker niet als en zeker niet als je het ook steeds actiever die planten in je dagelijks leven gaat betrekken. Dat kan de ene dag een thee zijn, dat kan de andere dag een recept zijn met iets om te eten. Een sapje, een balsem, ja, het is smoothies, eindeloos. Hutspotten. Wij gebruiken elke dag, elke dag die wilde planten. Het is zo leuk om te doen. Salades. Ja, soepjes. En geef die kennis ook weer aan elkaar door. Ja, later voor je eigen kinderen, ermee. Dat je die map hebt en dat je die later door kan geven. Dat is toch mooi, dat je kennis aan elkaar door kan gaan geven. Nou, en mocht internet ooit eens een keer uitvallen, heb jij in ieder geval dat naslagwerk op papier. En zodat je elke maand het erbij kan pakken en kan denken van, goh, wat gaan we deze maand vinden in de natuur? En wat kunnen we daarmee doen? Dat is toch hartstikke leuk. Hé, ik zeg, we gaan eens even een teken. Het is een schatkist. Maar, ja, inderdaad. We gaan eens even een teken. Ja, hadden wij ondertussen al wat. Als jij nou even wat bloesem hier van de sleedoren afhaalt voor de theepot. We hadden ondertussen dat we dit vertelden wat thee wilden drinken. Maar daar gaat er dus echt niet van komen. Nee, dus dat gaan we zomaar even doen. Ja, daar heb je een mooie bos bloemen op tafel staan en dan haal je de bloemen eraf voor de thee. Het is genoeg, juist genoeg. Top. Nou, daarom. Dan die even vol druppelen, dat duurt wel even. Ja. Ja, dan moet je toch nog iets vertellen. Hé, hey, dit is toch wel een heel ander soort koeker dan die je tegenwoordig in de keuken ziet. Hebt. Ja. Ja, die hebben wij niet, maar het is onze koeker. Ja, inderdaad. Ja. Ik denk dat we dit gewoon even de tijd moeten gaan geven. Nou, wij staan in ieder geval te trappelen om daarmee aan de gang te gaan. En ja, het is monnikenwerk. Ja, zeker. Met heel veel liefde gedaan. Zeker die oogstlijsten, dat bestaat nog niet. Nee. Niet op de maand en wat je er precies mee kan. Dat is nergens te vinden. En dat wij, is echt een enorm werk geweest. Ja, en wij willen het per se praktisch toepasbaar maken. Dat was ons doel hiervan. En dat is ons gelukt. Nou, misschien hebben we nog niet echt alles besproken van wat er in de jaaropleiding naar voren komt. Maar dat kan je in ieder geval bij ons op de website zien. Zie je nou hieronder. En wil je iets vragen erover? Ja, stuur ons een berichtje. Ja. En via WhatsApp kan je ook een inschrijfformulier aanvragen. En dan mag je gewoon per e-mail terugsturen of een foto van maken naar ons terugsturen per e-mail. Eigenlijk heel makkelijk. Ja. Nou, wij verwelkomen jullie graag om die schat van informatie met jullie te delen. En de natuur is rijkdom. Rijkdom voor iedereen toegankelijk. We komen zo terug. Ik denk dat we gewoon maar eventjes zeggen tot de volgende kruidenheksen. Ah, ja, kan ook. Wil je niet die thee nog op gaan drinken? Jawel. Maar niet in beeld meer. Okay. Tot de volgende kruidenheksen. Doei. Doei.